Mijn koeien zijn mijn passie. En dat is hier een van mijn favorieten eigenlijk. Ik vind het kringloopgedachte van bio heel mooi. Je hebt een bedrijf, je hebt dieren, je steelt je eigen voer voor de dieren. Je hebt mestproductie van de dieren en melk. Die mest gaan we op onze eigen gronden, waar we dan terug ruwvoer winnen voor de dieren. En de melk die je kunt verkopen als bioproduct, dat vind ik het mooiste verhaal achter de biolandbouw. Voor onze melkkoeien hebben we dus heel wat graslanden, dus grasklaver, wat voederbieten en een klein beetje mais en graanvruchten. Het gaat allemaal biologisch geteeld worden. Door klavers toe te voegen in de weides kun je eigenlijk stikstof uit de lucht in de bodem krijgen, waardoor je eigenlijk een betere groei hebt van je gewassen. Dierenwelzijn is voor iedereen heel belangrijk. Als een koe zich goed voelt in haar vel en goed geswanjeerd wordt, dan gaat ze dat ook in de productie laten zien. Wij gebruiken niet preventief antibiotica, dus enkel maar wanneer de koe echt ziek is. Dus onze koeien die zitten eigenlijk vanaf wat goed weer is, kunnen die naar buiten toe. En in de stal zijn er breder opgezet, zodat de koeien meer plaats hebben in stal. Dus meer vierkante meters per koe, zodat ze zich gemakkelijk kan vrij bewegen in stal. Als die koeien voor de eerste keer naar buiten kunnen, ze hebben de hele winter binnen gezeten omdat het slecht weer was en heel nat was, en dan kunnen ze niet naar buiten. En als je dan de eerste maal de staldeur open doet, dan springen die naar buiten en dan zijn die echt heel, heel gelukkig dat ze terug weer naar buiten mogen. Ja. Dus, dat is het mooiste die er is. Ja. Ja. De koeien die leven langer bij ons, op een biobedrijf. De koeien worden minder geconstateerd gevoederd, dus de productie per koe ligt iets lager. En meestal doordat ze lagere productie neerzetten, gaat de melk iets geconstateerder zijn. Dus er zitten bijvoorbeeld de biobedrijven dat er heel veel grasklaver wordt gegeven. Dat de omega-3-gehalte in de melk hoger zitten. Dus ook dat de vetsamenstelling ook anders zijn ten opzichte van bedrijven die hoofdzakelijk mais telen. Ik zie de koeien heel graag. Iedere ochtend als ik opsta, vind ik het altijd fijn om terug de koeien mogen te gaan melken. Alleen al de geur van de koeien vind ik fantastisch. Ik vind het heel fijn om met koeien te werken.